Motorclub Mak Bedaf hield op haar circuit vlakbij de vliegbasis Vokkel zondagmiddag een open clubcross. Het idee is op een gegeven moment dus dat wij twee keer per jaar rijden. En dat is er één wedstrijd van de twee. En het idee is op een gegeven moment dat we meer tijd moeten krijgen om te trainen. Maar ja, aangezien de problemen er nog zijn, kan het niet. Het probleem is een beetje dat de gemeente u niet meer als twee keer per jaar hier laat crossen. Ja, dat zit hem toch niet alleen in de gemeente, dat zit hem ook in de omstanders. Dus er zijn behoorlijk bezwaren gemaakt. En de bedoeling is dat we die bezwaren wel een keer weg kunnen krijgen. Maar dat duurt al vrij lang, terwijl er nu op het moment hard aan gewerkt wordt. Mak Bedaf bestaat 42 jaar en heeft meer dan 100 leden. Die willen allemaal blijven crossen en het liefst op de plek waar ze dat nu ook al doen. Wij moeten hier blijven. En dat blijkt ook op je, als je vandaag rondkijkt, dan rijden hier alle klassen, van klein tot groot. Dus de bedoeling is meer en niet minder. Mannen als Rob Verstegen, Herwin Hopmans, deelnemers aan de Dakar Rally, en Ruud Arts, de zoon van de oprichter van Mak Bedaf. Ze draaien al jaren hun rondjes op circuit Schijweg. Ja, van jongs af aan. Eigenlijk mijn vader die zat dag en nacht op het motocrossveld. En ja, dan ga je gewoon mee. En dan, ja, dan weet je niet beter. En van jongs af aan krijg je een motor en dan ben je 5, 6 jaar. En dan ga je rijden en daar gaat het leuk. En ja, dus ben ik niet meer mee gestopt tot op vandaag. De locatie is gewoon een heel mooi punt. We zitten in een hele landelijke en omgeving. We hebben weinig huizen hier in de omgeving waar die last hebben van ons. En het voordeel van deze baan is dat het een harde ondergrond is. En dat is voor vele hobbyrijders is dat ideaal om te trainen. Want er liggen hier wel motocrosscircuits, onder andere in Boekel en Berchem. Maar dat is allemaal heel zwaar zand. En degene die net beginnen met crossen, als die in zwaar zand gaan rijden, dan is het 1-2 ronden en dan is het leuke eraf. Dus het is een ideaal circuit om te leren motorrijden.